Telezuur waarnemend directeur Mike Antonius is toegetreden tot het bestuur van de Kanto, de Caribische organisatie van nationale telecombedrijven. Het is de derde keer dat Telezuur deel uitmaakt van het Kanto-bestuur. Antonius komt in de plaats van de uitgetreden Opel Neal, directeur van Cable and Wireless Communications. De verkiezing van het nieuwe bestuur vond plaats de afgelopen week tijdens de 34e jaarlijkse algemene vergadering van de Kanto op Trinidad. Kanto-voorzitter Julian Wilkens bedankte Neil voor haar inzet en bijdrage aan de organisatie en verwelkomde Antonius in het bestuur. Hij gaf daarbij aan dat Antonius zijn energie en enthousiasme een welkome aanvulling zijn voor de Kanto. Gevraagd naar zijn doelen voor de organisatie gaf de waarnemende zuurdirecteur aan dat hij Kanto's missie en waarden volledig ondersteunt en dat hij een pleitbezorger zal zijn voor Kanto binnen zijn invloedssfeer. De overige bestuursleden die zich herkiesbaar stelden en wederom zijn gekozen, zijn Charles Carter van TSTT van Trinidad en Corinne Philip van Digital. Tijdens de mini-expo, die gekoppeld was aan de algemene vergadering, werden participanten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan verschillende sessies. die allemaal verband hielden met het thema Guiding Digital Adoption to Lead the Global Market. Zitting hebben in het kantoorbestuur biedt aan Telenzuur de kans om gedurende de komende twee jaren meer invloed uit te oefenen op de telecommunicatieontwikkelingen in de regio. Vanuit deze positie zal flink genetwerkt worden met het doel ICT-voordelen voor zowel Suriname als Telenzuur te halen. Telenzuur werd behalve door Antonius ook vertegenwoordigd door beleidsmedewerker Monique Dongor-Struiken en manager corporate communications Janice Asraf.